Sanneke de Neling, Patrick Roest. Normaal zien we jullie op het ijs, op de lange baan. Maar de afgelopen dagen waren jullie actief op de NK inline skaten. Patrick, wat hebben jullie als lange baaners te zoeken op een NK inline skaten? Ja, het is gewoon dat skiën is een hele mooie sport, dus het is leuk om te doen en het is ook een goede training voor de winter. Ik heb in Purmerend op de langelijke baan had ik een keer meegedaan en dat vond ik eigenlijk wel hartstikke mooi. En toen kwam ik mensen tegen die zeiden van je moet even vragen of je heel misschien nog mee kan doen met het NK. Als je dat nu vraagt, dan heel misschien mag het nog. En ik dacht hartstikke mooi. Dan doe ik nog wat. Ik was anders toch komen kijken naar mijn vriend. Dus. En het mocht dus. En hoe is het je bevallen? Ja, hartstikke mooi. Ja, super. Ik ben niet gevallen. Dat vind ik het allermooist. En het puntenkoers, ik vond het hartstikke mooi. Gewoon dat ik een 10 kilometer uit heb gereden. En dat ga ik zeker meenemen naar het schaatsseizoen. Je had vanmiddag nog wel even een eng incidentje met Bo op de 500 meter. Ja, ik schrok me kapot, want ik tikte er opeens aan en toen viel ze. Nou, ik voelde me meteen hartstikke schuldig. Dat ben ik niet gewend met lange banen. Dus, En hoe gaat het dan? Ben je nog even naar Bo toe gegaan? Ja, wel even gevraagd hoe het een beetje ging en even excuses aangeboden. Was het jouw fout, denk je? Oh, ik weet het eigenlijk niet. En Patrick, voor jou is dit NK buitengewoon goed verlopen. Jij pakte zelfs een nationale titel mee. Ja, dat is wel. Dat maakt het NK wel extra mooi voor mij. De laatste twee dagen gingen sowieso al erg goed. Vandaag ook op de 500 meter een vierde plek. Dat was wel onverwacht zo. Ik sprak eerder vandaag de bondscoach, Desley Hill. Die zei dat ze merkte dat er steeds meer jonge schaatsers de overstap maken naar het inlineskaten. En zij vermoeden dat de successen van onder andere Ronald en Michel daar ook een rol in speelden. Hoe is dat bij jullie? Nou ja, ik vond de skileren eigenlijk eerst gewoon doodeng. En ik ben dit jaar gewoon een paar keer mee geweest, gewoon lekker trainen. En toen vond ik het eigenlijk wel mooi. En niet echt dat ik denk van, zij doen het ook, dus dan ga ik het ook proberen. En Patrick, voel jij je geïnspireerd door de Mulder-tweeling? Nee, eigenlijk niet. Het is sowieso dat ik zelf wel denk dat je er heel sterk van wordt. Vooral voor de lange afstanden op het ijs, maar ook voor het sprinten. En ook omdat ik het erg leuk vind, ben ik het meer gaan doen. En zien jullie het dan ook voor in de toekomst meer als ondersteuning voor het lange baan schaatsen of ook als aparte discipline waarin je wil uitblinken? Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi als je prijzen kan pakken. Overal waar je prijzen kan pakken moet je gewoon doen. Dus zo zit ik er wel in. Maar natuurlijk, ik richt me nog wel gewoon op de lange baan natuurlijk. En voor jou, Patrick, geldt dat hetzelfde? Het is wel hetzelfde. Maar als je zo aan een wedstrijd staat, dan sta je er niet van, dit doe ik voor het schaatsen. Dan ga je wel voor de winst. En dan hoop je dat je misschien door Hill ook nog wordt uitgenodigd om mee te gaan naar het EK, nu je nationaal kampioen geworden bent? Ik zou het wel gaaf vinden om naar het EK te gaan, Dank jullie wel.